in gehad. Hier. Over zijn gier. Dus vanwege ongelukken naar tot nu toe ook. Dus we gaan even een stukje tukken en tuffen. Lekker tukken onderweg. Een stukje tuffen. En Suus raakt een beetje geschrokken van iemand die afrekt vanwege wegwerkzaamheden. Niks aan het handje. Maar we zien jullie zo meteen bij het hotel. Want hier staat onze auto. Als jullie weten, wij witte. Gaat hij niet? Suus gaat even wat zien. Druk maar op de knop. Yes. Albert. Ik vind het zo gaan. Wat ik ga doen, maar ik vind het zo gaan. Komt ie. Zo. Van de slot af. Heeft hij hoor. Het is wel doodeng, het wiebelt aan alle kanten. Ja, het is een beetje enger. Je deur kan gewoon open zonder dat iets te raken, dat gaat net. Zo. Nou, tot overmorgen. Hoppakee. Dicht, sleuteltje pakken. Hij is dicht, ja. Maar goed, we zitten dus gewoon midden in Bruel. Echt middenin. Het is wel gezellig, leuk plaatsje. Echt een beetje achter, allemaal van dit soort panden ook. Morgen gaan we lekker naar Fantasieland, gewoon lekker uitgeslapen. Kunnen we er naartoe? Eerst even alles uitgepakt en alles. Daar hebben we net gereden, daar is de receptie. Maar dit hotel bestaat uit allemaal losse appartementjes, kamertjes, in huisjes in de straat. Want hier zit er een en daar verderop zit er een waar dat witte bord uit hangt. We gaan dus hier echt gewoon naar binnen toe. Alles dicht. Weer heel knus. Kijk eens. En dit is onze kamer. Kijk, op slot, we gaan nergens meer heen. Bed. Een eigen balkonnetje. TV'tje, we gaan eens even kijken of we onze YouTube ellende aan kunnen kast. Hallo. De salle de bain. Lekkere douche. Lekker ruim wc'tje. Uitzicht op de binnenstad Bruel. En ook gewoon lekker. Echt heel lekker.
Oh, kom niet. In de schaduw. Het is een redelijk simpele, maar prima toeven kamer. Maar net zat er hier beneden te eten. En het is gewoon lekker. In ieder geval hoeven we niet morgenochtend die 2,5 uur te gaan rijden. Dus we gaan weer even lekker afsluiten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende vlog. En een hele fijne avond. Wat zeggen we dan? Doei doei. Lukt het Wendy van Wanten? Wat was dat voor... Dus Suus zegt ook doei. Doei. Suus gaat alvast leggen. Doei. Afgezet door mijn ouders, die zijn er ook vandaag. Hoi. Nog meer Nederlanders, gezellig. En daar ben ik gelijk kwijt wat ik wilde zeggen. Maar dan kom maar door. Wij waren sneller binnen. Dat is helemaal niet druk.